Vandaag is de gast aandachtsexpert en cognitief psycholoog Stefan van der Stichel. In zijn lezing gaat hij in op de vraag: hoe krijg je of hoe houd je meer grip op je aandacht? De lezing wordt gevolgd door een Q&A, dus post vooral je vragen in de Q&A tijdens of direct na afloop van de lezing. Stefan, het woord is aan jou. Dankjewel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik ga jullie in deze lezing van alles vertellen over aandacht en concentratie. Ik ga ook uitleggen wat het verschil daartussen is. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, die zie je hier in beeld. Je ziet ook al dat er een boek is over aandacht en een boek over concentratie. Dat zijn dus andere onderwerpen. En als laatste schreef ik een soort toegepast boek met allemaal tips en tricks. Ik ben hoogleraar cognitieve psychologie aan deze mooie universiteit. En doe onderzoek naar alles wat met aandacht en concentratie en werkgeheugen en bewustzijn te maken heeft. Eerst even een introductie. Volgens IKEA maakt aandacht alles mooier. Dit is Stegeman. Bij Stegeman hebben ze het ook over aandacht. Proef de aandacht. Aandacht voor jou. Meer aandacht. Meer genieten. Dit is Menzies. Daar hebben ze het ook over aandacht. Bij iOS geven ze het extra stukje aandacht. En bij Egon kun je zelfs een aandachtgesprek voeren. Nou, als zoveel bedrijven zich richten op zo'n term als aandacht, dan is er ook wel iets aan de hand. En we kunnen het ook wel zien aan een aantal mensen die vandaag zitten te luisteren en te kijken. Dit is een onderwerp dat leeft. En je zou dan wel kunnen zeggen dat we nu in een aandachtscrisis zitten. Er is meer informatie dan ooit. En we moeten keuzes maken. Ons brein kan niet al die informatie tegelijkertijd verwerken. Jullie hebben nu, komende periode, een hartstikke moeilijke opdracht. Je moet je aandacht maar op één plek houden, namelijk hier en nu. En daar ga ik mijn best voor doen om jullie aandacht vast te houden en te zorgen dat jullie goed kunnen concentreren. Oké, ik heb die twee termen nu continu door elkaar heen gebruikt. Laat ik ze even goed uitleggen. Als ik het heb over aandacht, dan heb ik het over selectie. We kunnen niet alles in onze omgeving verwerken. We worden, vooral als we buiten zijn, natuurlijk gebombardeerd met een enorme hoeveelheid aan informatie. Visueel, maar ook auditief, via alle zintuigen van ons lijf komt er informatie binnen. Dat kunnen we niet allemaal verwerken, sterker nog, dat hoeft ook helemaal niet. Evolutie heeft ons opgesteld met een systeem waardoor we maar onze aandacht op één plek tegelijkertijd kunnen richten. Aandacht is dus een filter. En alles wat geen aandacht heeft, wordt genegeerd. Je kunt alleen beïnvloed worden door informatie waar jij aandacht aan geeft. En dus is er een enorme strijd om onze aandacht. Dus als mensen informatie willen overbrengen, zoals ik nu, heb ik jouw aandacht nodig. Moet ik proberen door dat filter heen te komen. Dan concentratie. Concentratie is het vasthouden daarvan. Aandacht richten is op zich niet zo moeilijk. Je kunt je aandacht nu bijvoorbeeld even richten op iets anders in je ruimte. Je verschuift vaak je ogen, je richt je ergens op en dat informatie verwerk je verder. Wat moeilijker is om je aandacht vast te houden. En ik ga straks uitleggen waarom dat zo is. Waarom is het nu zo moeilijk om je te concentreren? Om je aandacht vast te houden. Want concentratie is belangrijk bij studeren. We weten het, dat studenten die regelmatig onderbroken worden, informatie minder goed opslaan dan studenten die onafgebroken hebben mogen studeren. Nu even een duidelijke opmerking over mijn vakgebied. Ja, dit is een beetje een open deur. Maar dat is psychologie nu eenmaal. Heel veel, de meest gehoorde opmerking die ik altijd krijg, ja, dat is wel logisch zeg. Ja, natuurlijk is het logisch. Het gaat immers over jou. Maar wat wij proberen als psychologie is proberen dat te vangen in theorieën en proberen te kijken hoe je dat kan verbeteren en natuurlijk ook de achterliggende biologische processen te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij dit feitje over onafgebroken studeren zien wij in het brein dat gebieden betrokken bij leren, zoals bijvoorbeeld de hippocampus, belangrijk voor informatieopslag, dat die een stuk minder actief is op het moment dat je continu onderbroken wordt dan een periode waarin je onafgebroken hebt kunnen studeren. Dus je ziet het op de biologische basis heel duidelijk terug. En toch, hè, toch is het lastig. Mijn kamer op de universiteit kijkt uit op de universiteitsbibliotheek en daar zie ik toch veel studenten met tussen zichzelf en het toetsenbord die mobiele telefoon liggen. En ja, weet je, die mobiele telefoon die is er natuurlijk nog maar net. En sociale media nog korter. Dus we zullen moeten leren om hier op een goede manier mee om te gaan. Want heel vaak wordt gezegd, ja, die mensen in Silicon Valley die die apps ontwikkelen, die weten precies hoe onze aandacht werkt. Ja, dat klopt. Maar het is niet zo heel ingewikkeld. De achterliggende principes zijn geen rocket science. Dus als je weet welke tips en welke trucs zij toepassen op het moment dat zij zo'n app ontwikkelen, gaan ze echt niet heel veel verder dan een eerstejaars psychologiestudent. En mijn hoop is, op het moment dat je daarmee goed om kunt gaan, dat je de principes weet, dat je er ook tegen kunt wapenen. Nou, dat is mijn doel en daarom sta ik hier en dat ga ik ook proberen in deze lezing te bewerkstelligen. Maar even terug naar die mobiele telefoon. Heel vaak hoor ik mensen zeggen,
ja, die notificaties leiden mij zo af. En dan denk ik altijd, ja, dan ben ik een beetje wijsneus. En denk ik, nou, notificaties, dat valt op zich wel mee. Even zo'n piepje. Nou ja, weet je, als je zit te studeren, er gebeurt wel eens meer wat in je ooghoek. Dat is allemaal niet zo heftig. Wat je wel afleidt, zijn de associatie bij zo'n piepje, zo'n notificatie. En dan krijg je wat ik ben gaan noemen een soort mentale jeuk. Wij zien het ook in het lab. Als wij mensen laten weten dat ze een berichtje hebben, dan gaan zij een stuk minder goed presteren. Dus puur de gedachte dat je een berichtje hebt, zorgt er al voor dat je daarna eigenlijk een gedeelte van je brein mee bezig gaat van wie zou dat berichtje zijn. Stel, ik vertel jou nu dat je een berichtje hebt. Ja, je bent toch benieuwd. Misschien is het wel die leuke student die je gisteren ontmoet hebt. Of zoveelste kattenfilmpje. Weet je, dat weet je niet. En die onzekerheid en die interesse die je daarvoor hebt, zorgt ervoor dat je hem er heel vaak bij pakt. Vooral als je weet dat je een notificatie hebt gehad en dat er dus een bericht voor je klaar ligt. Dus een van de trucs die ik je toch wel meegegeven, en ook daar heb je vast wel eens over nagedacht, maar misschien is dit het moment om het eens een keer te doen, zorg eens heel kritisch naar je notificaties te kijken. Immers, het brein is gek op nieuwe informatie en je kunt die mentale jeuk niet voorkomen. Ik ook. Ik weet iets over aandacht en ik wil daarom absoluut niet in het verkeer op mijn mobiele telefoon kijken. En toch, hè, als ik weet dat ik een berichtje heb, als ik hem bijvoorbeeld voel trillen of ik hoor hem, op het moment dat ik bij een stoplicht sta, pak ik hem erbij. Dus die mentale jeuk, dat kun je niet uitzetten. Dat is nou eenmaal zo. We zijn zo gek op nieuwe informatie. Dat weten dat je een bericht hebt, ervoor zorgt dat je eigenlijk al daar een gedeelte van je brein aan gaat besteden. Dus als je dat treintje kunt stoppen, hey, dan ben je al een heel stuk verder. Je kunt je afvragen hoeveel van die notificaties je nu daadwerkelijk nodig hebt. Vroeger kwam de postbode 1 keer per dag. Dat komt hij nog steeds, maar hij heeft niet zo heel veel meer bij zich. Maar je wist vroeger, er komt post, dat was hem. De rest van de dag gaat er niet zo heel veel meer gebeuren. Nu komt de postbode de hele dag door. En probeer nou eens een keer in deze, bijvoorbeeld tot 4 uur, hè, tot de Q&A, nu is niet op mobiele telefoon te kijken. Nou, dat is best wel lastig. Je weet dat er allemaal informatie op binnenkomt. Maar toch, het is voor de concentratie uiteindelijk cruciaal om dat op een goede manier te doen. We weten gelukkig steeds beter hoe concentratie werkt in het brein. En nogmaals, ik hoop door dat uit te leggen, dat je daarmee iets mee kunt. Maar eerst even deze. Er staat op de Wikipedia-pagina van attention span, dus de aandachtspannen, hoe lang je je zou kunnen concentreren, dat onze aandacht nu korter zou zijn dan die van een goudvis. Waarbij de goudvis zich 9 seconden zou kunnen concentreren, kunnen wij dat nog maar 8 in 2013. Dus hoe erg zou het er nu inmiddels wel niet zijn? Dit is een mythe. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze claim. Eerst even over die goudvis. Volgens mij, die heeft trouwens, dat ging altijd over zijn geheugen toch? En hij houdt goudvis hebben overigens een heel goed geheugen. Met die goudvis is al onzin. Maar deze data is afkomstig van Microsoft Canada. We hebben geen idee hoe ze eraan komen. En toch is het een mythe. Google maar dus op attention span en goldfish. Weet zeker dat je hem tegenkomt. Hij staat zelfs dus op de Wikipedia pagina. Ik denk ook dat het niet zo is. Omdat je niet de aandachtspannen kunt vangen in 1 getal. Dat is gek, toch? Ik bedoel, als je dit een interessante lezing vindt, zul je met weinig moeite je aandacht een langere tijd vast kunnen houden. Terwijl als je iets luistert, een college waarvan je denkt, oh nee, daar heb ik geen zin in, dan is na een paar seconden je aandacht natuurlijk al weg. Dus heel veel heeft te maken met motivatie. En zeggen dat de aandachtspanne 8 of 9 seconden is, dat klopt dus niet, want de aandachtspanne is er niet. Elke individu is ook anders. De meest gestelde vraag die ik krijg na een lezing, hoe lang kan ik mij concentreren? Ja, weet ik veel. Ik ken jou niet. Ik weet niet hoe jouw brein in elkaar zit. Elke individu is anders. Ik zeg wel eens, het gemiddelde bestaat niet. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Er zullen heus wel mensen precies op het gemiddelde zitten. Maar stel dat de gemiddelde mens zich in een setting 12 minuten kan concentreren. Heb je daar wat aan? De ene persoon zal na 8 minuten al klaar zijn, terwijl de volgende persoon veel langer bezig zijn. Stel, ik laat jou nu weten dat je na deze lezing een prijsvraag krijgt waarbij je €5000 kunt verdienen als je de vraag goed hebt. Dan ga je heel anders naar deze lezing luisteren, toch? Dus heel erg afhankelijk van wat voor jou op dat moment belangrijk is. En hoe gemotiveerd je bent. Hoe goed je geslapen hebt. Dus het verschilt niet alleen tussen mensen. Maar het verschilt ook nog eens een keer binnen een persoon. Dus ik zeg wel eens dat het geen rocket science is. Maar psychologie is uiteindelijk ontzettend ingewikkeld. Omdat elke persoon anders is. Hoe lang is de ideale pauze? Weet ik niet. Hoe lang kan iemand zich concentreren? Weet ik niet. Omdat iedereen anders is. Daarom vind ik die Pomodori-techniek ook zo raar. Ken je die? Dat is zo'n kookwekker, die zet je dan 25 minuten. En na 25 minuten heb je 5 minuten pauze. Waar het op gebaseerd is, die 25 minuten? Geen idee. Misschien is voor de een 25 minuten wel veel te kort en voor de ander veel te lang. En moet je voorstellen, zit je lekker te werken, je zit er helemaal in, gaat die kookwekker. Moet je pauze nemen. Dat wil je niet, want je zit in een flow. En concentratie is hartstikke moeilijk. Als je er helemaal in zit, moet je niet stoppen als je niet mentaal vermoeid bent.
Dus het principe achter de Pomodoro-techniek van die kookwekker is hartstikke goed, maar de concrete getallen die erachter hangen kloppen niet. Als je iets wil weten over hoe concentratie werkt in het brein, moet ik je iets vertellen over het werkgeheugen. Het werkgeheugen is het gedeelte van ons brein wat verantwoordelijk is voor complexe taken. Niet alles doet een beroep op je werkgeheugen. Sommige dingen gaan automatisch. Lopen, heb je geen aandacht voor nodig, doet geen beroep op je werkgeheugen. Als je kunt fietsen naar de Uithof, en je doet dat dagelijks, op een gegeven moment denk je niet meer over na, dan doe je dat een beetje op de automatische piloot. Bepaalde taken, hoe vaak je ze ook oefent, zullen altijd een beroep doen op je werkgeheugen. Luisteren, praten, rekenen, schrijven, lezen. Allemaal taken die per definitie een beroep doen op dat werkgeheugen. En het werkgeheugen kan maar één taak tegelijkertijd. En dat is een beetje een probleem en je voelt hem al aankomen waar ik naartoe ga, namelijk multitasken. Maar daar zo meer over. Het werkgeheugen kan maar één taak tegelijkertijd, is belangrijk voor complexe taken en is fragiel. Er hoeft maar iets te gebeuren en informatie is weg uit het werkgeheugen. Als je een huis hebt met meerdere verdiepingen, je bedenkt je dat je boven iets moet halen, je gaat naar boven. Je hebt geen idee wat je ook alweer ging doen. Je zet je fiets ergens neer, je komt terug, je hebt geen idee meer wat. Je doet je brief in de tas, je wil een posten in de brievenbus, je komt 's avonds thuis, doet je tas open, die brief zit er nog in. Dus je hoeft maar iets te gebeuren in je wereld en het is weg. En dat is ook belangrijk. Het is belangrijk dat we afgeleid worden. Het is belangrijk dat op het moment dat je iets gebeurt in je omgeving, dat dat automatisch de aandacht grijpt. Dat heeft namelijk evolutionair voordeel. Ik ben hier op de fiets naartoe gekomen en als ik niet afgeleid zou worden, automatisch, als er geen reflexen zouden zijn die mijn aandacht grijpen, dan ben ik niet veilig. Dus is een gedeelte van jouw brein altijd bezig met je omgeving in de gaten te houden. En op het moment dat er iets gebeurt wat afwijkt van de omgeving, dan breekt dat automatisch in, het trekt de aandacht en het wordt dan ook precies, komt dat terecht in dat werkgeheugen. Dat betekent als jij zit te lezen en er gebeurt iets in je omgeving, dat je dus automatisch stopt. Want het werkgeheugen kan maar één taak tegelijkertijd. En op dat moment wordt dat door je buitenwereld opgedrongen. Namelijk, check even wat daar aan de hand is. Stop je met werkgeheugen, met de taak die je aan het doen bent. En je gaat over naar de volgende taak. En het zal dus ook alweer even duren voordat je teruggaat naar je originele taak. Dus afleiding is belangrijk, maar het is natuurlijk wel belangrijk door de juiste dingen te worden afgeleid. Zo'n notificatie voor zo'n kattenfilmpje is misschien geen goed idee, al weet ik dat voor sommige mensen kattenfilmpjes echt heel erg belangrijk zijn. Maar laten we stellen dat dat niet een tijger is waar je heel erg voor moet opletten in de wildernis. Dus bepaalde afleidingen zijn goed, sommige afleidingen zijn niet goed. Je kunt het werkgeheugen dan dus vergelijken met een soort werkbank waar gereedschap op ligt. En op het moment dat je met een bepaalde taak bezig bent, ligt de gereedschap op die werkbank. En op het moment dat je naar de volgende taak gaat, moet die gereedschap van de werkbank af en er moet nieuw gereedschap op. Dat betekent dus als je meerdere taken probeert tegelijkertijd te doen die een beroep doen op dat werkgeheugen, dat je dus continu aan het wisselen bent. En elke keer kost dat tijd, dat brengt wisselkosten met zich mee. Elke keer wisselen tussen een taak kost tijd. Hoe lang? Ja, sorry, die vraag kan ik dus niet beantwoorden. Dat scheelt er heel erg aan. Misschien bij jou wel relatief snel in wisselen, anderen veel minder. Het is erg afhankelijk van de twee taken die je aan het afwisselen bent, hoeveel ze met elkaar te maken hebben. Maar bij iedereen kost het tijd. Mannen en vrouwen, net zoveel, hebben die mythe ook meteen even uit de weg geholpen. Dat multitasken, dat zorgt er dus voor dat je continu dus tijd, extra tijd kwijt bent. En je maakt meer fouten. Want er kan zomaar gereedschap op die werkbank blijven liggen. En dat zorgt ervoor dat je daarna misschien wat meer fouten gaat maken. Dus multitasken bestaat niet als je het hebt over het tegelijkertijd uitvoeren van twee taken die allebei een beroep doen op het werkgeheugen. Dus je bent met iemand aan het bellen, je bent een mailtje aan het tikken. Die twee dingen hebben niks met elkaar te maken. Dan ben je dus continu aan het wisselen. Je bent nu mij aan het volgen en tegelijkertijd ben je op je telefoon aan en berichtjes aan het beantwoorden. Dan ben je continu aan het wisselen. Dat betekent dat er dus periodes zijn waarin je niet naar mij luistert. Nou is dat ook weer niet zo heel erg. Niet alles wat ik zeg is even belangrijk. Maar toch, als je echt die informatie goed wilt opnemen, zul je dus moeten zorgen dat je niet in periode gaat multitasken, maar dat je je aandacht echt richt op de informatie waar je je op wilt richten. Sommige dingen kun je dus wel tegelijkertijd. Lopen en praten kan uitstekend. En als je moeite hebt met stilzitten, daar gaan we het zo nog even over hebben, dan kan het dus heel fijn zijn om te lopen en dan naar iets te luisteren. Dat kan dus prima, dan ben je niet aan het multitasken. Het gaat er dus echt om welke taken gaan vanzelf. Nou, bepaalde taken die vanzelf gaan, zijn dus altijd motorische taken die je heel veel doet. Bijvoorbeeld iemand die, je kan heel mooi piano spelen en als je dat heel vaak doet, dan gaat het automatisch. Mensen met dementie kunnen vaak nog piano spelen, terwijl ze eigenlijk niet zo heel veel andere meer dingen kunnen. Dat komt omdat dat vanzelf gaat.
Toen ik leerde autorijden, moest iedereen zijn mond houden. Ik moest er volledig over nadenken bij elke stap. Nu gaat autorijden vanzelf en mag ik dus een gesprek voeren in de auto. Maar toch, bij inparkeren moet iedereen weer zijn mond houden, want dat gaat toch niet vanzelf. Dus het is heel erg afhankelijk van wat gaat automatisch en wat gaat niet. Dus als je een dag multitaskt, dan ben je dus ook vermoeid. Want het kost mentale kracht om elke keer te wisselen. En dat zien we ook aan het stresssysteem. Het stresssysteem schiet aan bij mensen die de hele dag hebben zitten multitasken. We zien ook in studies dat het stressniveau in het bloed gewoon een stuk hoger is bij mensen die gedurende de dag veel onderbroken zijn. En ik herken dat wel. Ik heb een kamer alleen op de universiteit. Nog wel, vorige week een mail gehad dat ik hem ook kwijt ben. Maar als ik op die kamer alleen zit en ik probeer te concentreren en ik word onderbroken, is dat de eerste keer niet zo erg. De tweede keer raak ik al iets geïrriteerd. En de derde keer denk ik, ja, ik wil me concentreren, maar het lukt me niet. Herken je misschien van jezelf? Je raakt gewoon gehaast, omdat je wilt je concentreren. Het is zo moeilijk om die ene taak aan het werkgeheugen te houden. Maar dat lukt je maar niet. Daarom vind ik die kantoortuin ook onbegrijpelijk. Daar hebben jullie niet zo heel veel last van waarschijnlijk, maar er zijn heel veel mensen die werken in kantoortuinen. En dat is dus vanuit het perspectief van de concentratie onbegrijpelijk. Want je hoeft maar iets te gebeuren in je omgeving en je stopt met de taak waar je mee bezig bent. Gelukkig gaat het in de universiteitsbibliotheken heel goed. En als ik lezingen geef voor bedrijven, verwijs ik ook altijd naar de universiteitsbibliotheek als goed voorbeeld. Waarom werkt de universiteitsbibliotheek zo goed? Omdat iedereen zijn mond houdt. Je moet voor de gein proberen te bellen in de universiteitsbibliotheek. Je wordt er met pek en veren uitgegooid. En terecht. Terwijl in zo'n kantoortuin, waar veel mensen zitten te werken, dat vaak helemaal niet aan de orde is. En mensen gewoon gesprekken zitten te houden. En we weten ook dat mensen die in kantoortuinen werken, die ook veel vaker uitvallen qua ziekte. En als ze uitvallen, ook veel langer uitvallen. Dat is correlationeel, niet causaal. Maar toch, als je ziet waar mensen het meest over klagen in kantoortuinen, is dat het gebrek aan concentratie en de continue afleiding. Dus dan zou je zeggen dat het ideaal is om thuis te gaan zitten. Want thuis zou je je wel goed kunnen concentreren. Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. Echter, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk ook wel gemerkt dat er nadelen zijn aan thuiswerken. Ja, idealiter is het voor je concentratie ideaal om thuis te gaan zitten. Maar ja, je hebt elkaar ook een beetje nodig. Als we teruggrijpen naar de universiteitsbibliotheek. Dat is natuurlijk een reden waarom dat zo populair is. Ten eerste zie je andere mensen studeren. Dat motiveert. Dat is prettig. Als je eentje thuis zit, ja, dan heb je motivatie is vaak ver te zoeken. Terwijl als je in de universiteitsbibliotheek zit, andere mensen zien studeren, dat inspireert. Dan wil je ook. Je hebt in Japan, heb je Study With Me, ken je dat? Dat zijn van die filmpjes waarbij dan een Japans meisje, want dat is het meestal, studeert. Gewoon YouTube-video. En dan zetten ze dat op of een livestream. Zegt ze, kom je vanavond bij mij om 7 uur studeren? En dat is ontzettend populair daar. Nou, ik weet niet of het in Nederland heel populair is, maar je hebt vast wel eens met een collega-student of studenten afgesproken om samen te gaan studeren. Dat werkt natuurlijk gewoon motiverend. Nou, thuis heb je dat niet zo, zit je maar alleen. En werk en privé lopen natuurlijk ook nog eens een keer dwars door elkaar heen. Je krijgt berichtjes binnen, je probeert een college te volgen of een lezing te volgen. En er gebeurt iets. En het is natuurlijk heel makkelijk om nu even autotunen. Als wij nu in een zaal zouden zitten, dan is het best wel gek om heel uitgebreid op een mobiele telefoon te gaan zitten. Want ja, ik zie dat. En dan, ja, dat is toch een beetje gek. Terwijl ik zie jou nu niet. Ik heb geen idee wat je nu aan het doen bent. En dat maakt het toch wel makkelijk om even lekker eventjes een rondje te gaan lopen. Of even naar het toilet te gaan. Dus het is makkelijker om eruit te breken. En ik ervaar het wel als een soort slechte virtual reality, die videocolleges. Je probeert je ergens in te verplaatsen waar je op dat moment eigenlijk helemaal niet bent. Ik ook. Ik zit nu in een camera tegen 100 en meer mensen te praten. En ja, hier zijn hier 3 mensen. Weet je, het is voor mij hartstikke moeilijk. Ik zie nu geen... Als ik een grapje maak, lach je. Vind je het leuk? Begrijp je het? Ben je vermoeid? Is het saai wat ik vertel? Ik heb geen idee. Nou, die interactie zorgt natuurlijk dat het veel makkelijker is voor mij om een lezing te geven als ik jullie zie. En voor jullie ook veel makkelijker om... Vervolgens ook naar mij te luisteren als jullie met elkaar in de ruimte naar mij zouden luisteren. Dus hoe kun je dat nou opvangen dat thuis? Er zijn wel een paar tips en ik vind het ook wel leuk als jullie goede tips voor elkaar hebben. Zet ze zeker in de Q&A. Want dit moeten we elkaar nog een beetje uitzoeken natuurlijk. Hoe gaan we ermee om? Met als we thuis zitten, een aantal colleges van jullie zouden nog wel steeds thuis zijn. Ik denk dat veel meer onderwijs bepaalde vormen wel thuis gegeven zouden worden. Ja, wat kun je dan doen? Nou, een van de tips die ik wel eens geef is om in ieder geval ervoor te zorgen dat je eventjes die wisselkosten kunt opvangen. Het is prettig als je van het ene college naar het andere college gaat, dat je even de tijd hebt om even de dingen te verwerken, die wisselkosten op te vangen en naar het volgende college te gaan. Als je dat thuis hebt, heb je dat misschien wat minder die neiging om gewoon in één keer door te gaan. Dus die reistijd die je vroeger had,
of die je nu hebt als je naar het Science Park fietst of in de binnenstad aan een college hebt, die heeft functie. Dus je kan ook 's ochtends even wandelingen gaan maken. Stel je gaat een college volgen om 9 uur thuis, pak even je reistijd. Je kunt van jezelf niet verwachten dat je je laptop opengooit en direct kunt gaan werken. Ook als je scriptie aan het schrijven bent. Gun jezelf even tijd. Als je thuis zit te studeren, ga even een wandeling maken, 10 minuten. Creëer reistijd, maak je hoofd leeg en begin dan aan een periode van concentratie. Werk en privé, probeer zoveel mogelijk in tijd en ruimte te scheiden. Maak voor jezelf duidelijk wat je studeerblokken zijn en waar je dat doet. En als je in je kamer meerdere plekken hebt, of misschien heb je wel 2 ruimtes, dan kan je die ook natuurlijk heel goed indelen op een bepaalde manier. Dat je in tijd en ruimte werk en privé kunt scheiden. Dus dat thuiswerken en dat thuis studeren, nou, daar krijgen we steeds meer grip op. Maar een van de dingen die wel mis dan gaat, is dat mensen zich niet helemaal volledig afsluiten. We hebben nu ook steeds meer platforms erbij gekregen. Via Teams kun je elkaar bereiken nu. Je kunt WhatsApp sturen, je kunt bellen, je kunt mailen naar elkaar. Dat betekent dat we heel erg de neiging hebben om al die platforms tegelijkertijd een beetje in de gaten te houden. En dan hebben we nog steeds het voordeel niet. Het voordeel van thuiswerken zou moeten zijn, of in de universiteitsbibliotheek, dat je daar niet wordt afgeleid. Zorg er dan ook voor dat dat niet gebeurt. En laat niet de hele tijd alles maar openstaan. Want ja, dan werkt het nog niet. Oké, concentratie trainen. Hoe doe je dat? Hoe kun je je concentratie nou verbeteren? Je hebt allemaal die bepaalde dingen gedaan. Je hebt omgeving goed ingericht. Je hebt notificaties uitstaan. In principe ben je er helemaal klaar voor. En toch, het lukt niet. Nou, je moet de concentratie zien als een soort spier. Je moet je trainen. Ik weet dat de analogie veel gebruikt wordt, maar hij is hier echt goed. Je kunt niet van jezelf verwachten dat als je aan je scriptie begint, dat je vanaf dag 1 al meteen in een soort flow zit. Nee, dat werkt niet. Dat moet je met je opbouwen. Dus bouw het voor jezelf op, want als je concentratie wilt trainen, is toch de beste manier om klein te beginnen en dat dan steeds meer op te bouwen. En niet iedereen kan een bodybuilder worden, hè? Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen wel zijn maximale spierkracht kan bereiken. Waarbij de een misschien wat makkelijker afgeleid is en misschien wel in het ADHD-spectrum zit. Het hoeft maar iets te gebeuren in de omgeving erop, ze zijn afgeleid. Heeft de ander een hyperfocus die bijvoorbeeld wel in zo'n kantoortuin kan werken? Er zijn nu eenmaal individuele verschillen. Dat maakt het vakgebied ook zo interessant, dat maakt de wereld ook interessant. Maar dat betekent wel dat voor sommige mensen concentratie een grotere uitdaging is dan voor anderen. Als jouw brein continu alle prikkels in de omgeving probeert op te pikken en er aandacht aan geeft, dan wordt concentratie natuurlijk moeilijk. Nou, is er dan een goede concentratietrainer? Want dat zou natuurlijk heel mooi zijn, hè? En heel veel van die apps beloven heel veel, maar daar is weinig bewijs voor. En ook vooral die middelen die gebruikt worden, weinig bewijs. Er zijn al wat uitzonderingen, maar daar komen we misschien in de Q&A op. Eén uitzondering die waarvan wel echt wetenschappelijk bewijs is voor, is mindfulness. Het is misschien een beetje een gekke voor mij, want ik kom van ver qua mindfulness. Ik heb het ooit geprobeerd toen ik jong was. Toen was het geen succes. Ik kwam een hele verkeerde hoek terecht met zonneknopen en wierookstokjes. Dat was niet echt mijn wereld. Maar ik zag het wetenschappelijk bewijs toenemen. En toen dacht ik, hey, misschien moet ik het toch nog even gaan proberen. En inmiddels heb ik er enige ervaring mee en merk ik inderdaad de positieve eigenschappen daarvan. En waarom? Nou, mindfulness is eigenlijk hetzelfde als concentratie. Ik ga nu even een definitie geven en daar kunnen we het allemaal mee oneens zijn. We spreken elkaar daar vooral over in de chat. Maar denk wel dat we het met elkaar eens kunnen zijn over een hele basale definitie. Je richt je op iets in de wereld, een object of iets, je hartslag of je ademhaling, iets in de binnenwereld. Je geeft er aandacht aan en je probeert die aandacht zo lang mogelijk vast te houden. En als je aandacht begint te wanderen, als je aandacht verplaatst naar iets, probeer je het weer terug te krijgen bij waar je mee bezig was. Dat is hetzelfde als concentratie. Merk je dat? Je moet je aandacht ergens op vast proberen te houden. En op het moment dat je merkt dat je aandacht wordt afgeleid, probeer je terug te keren naar je originele taak. Nou, dat is de reden waarom mindfulness een goede concentratietrainer is. Omdat je zou kunnen zeggen dat het concentratie is, maar dan teruggebracht tot zijn essentie. Dat merk ik zelf ook. Op het moment dat ik mediteer, dan merk ik dat mijn aandacht niet scherp is, dat ik mijn concentratie verlies. En dat ik me dan vervolgens weer terug kan brengen. Dat ik het ook in het dagelijks leven daar wat aan heb. Nou, als je nou goede tips hebt, want er zijn altijd nu wel mensen die zitten te luisteren van, dit is nu echt de laatste druppel, ik ga het doen. Ik ga eens proberen of mindfulness iets voor mij is. Post even in de Q&A als je daar goede tips voor hebt. Welke apps gebruik je misschien? Waar heb je goede ervaring mee? Ik ben altijd fan van Sam Harris, Waking Up, die app. Maar ik weet dat er vast ook allerlei andere opties zijn. Dus deel die even met elkaar, want ik weet dat er altijd behoefte aan is. Dat er nu mensen zijn die zeggen, oké, hoe dan? Want nu je weet dat er wetenschappelijk veel bewijs voor is, kan je misschien dat een laatste stap zijn om het daadwerkelijk te gaan doen.
En dan goede slaap. Ja, daar hebben we nog een open deur. Maar ik ga hem toch echt heel hard intrappen. Omdat goede slaap heel belangrijk is voor je concentratie. En toch slapen heel veel mensen met een mobiele telefoon naast hun bed. En dan is altijd de opmerking, ja, dat komt met dat blauwe licht zeker. Daardoor blijf ik zo wakker. Nee, dat blauwe licht van een mobiele telefoon, weet je, als mensen dat denken is het prima, maar het klopt niet. Dat blauwe licht in een mobiele telefoon uitstraalt is echt een waaklampje vergeleken met het lamp die bijvoorbeeld in je kamer hangt. Blauw licht klopt wel, blauw licht maakt je wakker, maar het blauwe licht van een mobiele telefoon is heel, heel magertjes. Wat houdt je wakker? De activiteit, die apps. Je blijft wakker. Die apps zijn erop gericht om je aandacht vast te houden en je alertheid hoog te houden. En dan is natuurlijk de stap tussen waar je op dat moment bent en waar je naartoe moet te groot. En met goede slaap moet je proberen die afstand zo klein mogelijk te houden. Dus ja, lichte dempen helpt. Maar ook gewoon als je slaapproblemen hebt, als je geen problemen hebt, hoef je er allemaal niet naar te luisteren. Maar om toch eens even te kijken of je een mobiele telefoon kort voor het slapen gaan eens een beetje uit je wereld kunt verwijderen. Mag je er wel een boek lezen? Nou, dat ligt er een beetje aan. Wat doet dat boek met je? Je kunt niet zeggen dat het één medium goed of fout is. Het moet ervoor kijken hoe wakker of hoe alert word je ervan. En we zien ook dat bijvoorbeeld op Netflix het aantal herhalingen van Friends 's avonds enorm toeneemt, kort voor het slapen gaan. Dus dat mensen vallen daar een beetje rustig van in slaap, dus heel relaxed, voorspelbaar. Dat is natuurlijk de reden waarom mensen dat doen. Dus, nou ja. Dat zijn wat dingen om in ieder geval met aandacht zorgen dat je beter kunt slapen, wat vervolgens weer de dag erna voor betere aandacht en concentratie zal zorgen. En dan, periodes offline, even niks doen. Hoe interessant het boek ook is, op een gegeven moment gaan je ogen over de tekst heen, maar er komt niks meer binnen. Het is op. En dan zul je dus je concentratie moeten gaan opladen. En ik begeleid veel scriptiestudenten en heel veel zeggen, ja, ik loop een beetje achter. Maar ik heb een tante en die heeft een huisje op de hei. En dan ga ik 3 weken zitten en dan schrijf ik in 3 weken lang mijn scriptie af. Dat valt altijd tegen. De reden daarvoor is dat, weet je, ook al heb je totaal geen afleiding in je omgeving, dan nog, op een gegeven moment is die batterij op. Net zoals mijn iPhone om 11 uur 's ochtends, moet de batterij op een gegeven moment weer gewoon opnieuw worden opgeladen. En dat zie je door deze arousal curve. Hier zie je eigenlijk de soort indeling van de relatie tussen spanning, arousal, alertheid, hoe wakker ben je, en je prestatie. Die zie je op de y-as. Nou, in de extreme, die ken je waarschijnlijk wel. Te veel stress, veel spanning, veel arousal zorgt ervoor dat je slecht presteert. Als je te hoog op in je stressniveau zit, ga je fouten maken. Een beetje stress is lekker, maar te veel stress absoluut niet. Maar te weinig stress is ook weer niet goed. Dan ga je ook fouten maken. Als je heel weinig spanning hebt, als je moe bent, als je vermoeid bent, dan raak je natuurlijk gevoeliger voor afleiding. Je gaat multitasken, je wordt nog vermoeider, je raakt nog gevoeliger voor afleiding en je komt in een negatieve spiraal terecht. Dus het is zaak om te voelen bij jezelf. En dit is lastig, want ja, bij iedereen is dat natuurlijk weer op een ander moment. Wanneer houdt het op? Wanneer moet ik pauzes houden? Wanneer heb ik die break nodig? En dan belangrijker, wat voor break neem ik? Ideaal in tijden natuurlijk geen technology break. Wat je natuurlijk niet wil, is dat je in zo'n pauze dan weer op de mobiele telefoon gaat kijken of iets anders doet wat aandacht van je vereist. Nee, idealiter doe je iets wat geen beroep doet op je aandacht. Zo weten we bijvoorbeeld dat een wandeling in de natuur zorgt dat mensen daarna zich beter kunnen concentreren. Dat kan ook een wandeling in een park zijn, maar bijvoorbeeld niet een wandeling in een drukke stad. Dat werkt niet. Dus je moet echt iets doen waar je werkgeheugen leeg van wordt. En daarom is natuur zo fijn, omdat je daar, als je daar wandelt, in principe geen aandacht hoeft te geven. Het mag wel, maar je hoeft het niet. Je kunt je aandacht tot rust laten komen. En in dat kader is het wel interessant om eens even te kijken hoe genieën hun dag doorbrachten. Je gaat hier een soort weergave zien van een aantal genieën. En die hebben dagelijkse rituelen. En in die dagelijkse rituelen, daar kunnen we een aantal van dit soort lessen, kunnen we er eigenlijk al uithalen. Laten we eens beginnen met Darwin. Darwin begon zijn dag met een korte wandeling. Hij deed zijn ontbijt helemaal alleen. Daarna 1,5 uur gefocust werk. Daarna even multitasken een uurtje. Daarna even weer gefocust werk. En weer die wandeling. En dan de lunch. Even een krantje lezen, lekker slapen, weer wandelen. Ja, idealiter natuurlijk. Dit is geweldig. En het voordeel van Darwin was dat hij natuurlijk in staat was om zijn eigen dag helemaal in te richten. Dus misschien was een leuke oefening om met elkaar te doen. Of voor jezelf te doen, is te kijken van hoe zou mijn ideale dag eruit zien? Wat is mijn bioritme? En aan het begin van de dag
eens even nadenken. Waar zitten mijn wandelingen? Waar gedurende de dag ga ik daadwerkelijk pauze houden? En waar zitten mijn focusmomenten? Hoeveel uur ga ik mij concentreren? Stel je concentreert je elke dag 3 uur. Dat is best al veel. En toch, als je die van tevoren bewaakt en je kijkt op waar zitten mijn focusuren. En je zorgt dat je op andere momenten lekker kunt ontspannen, lekker kunt wandelen, lekker mailtjes kunt beantwoorden. Dan heb je iedere dag gegarandeerd in ieder geval 3 uur focus. Hier, Tchaikovsky. Weer wandelingen, continu wandelingen. Wandelingen maak ik altijd in de natuur. 2 uur componeren voor de lunch, 2 uur nog even componeren 's avonds. En dit betekent dat hij dus niet zo'n ochtendmens was. Het begon pas laat. En dat betekent ook dat je sommige mensen vooral zich 's ochtends goed kunnen concentreren en andere mensen 's avonds. Daarom vind ik dat Eat That Frog ook zo'n rare methode. Die ken je misschien ook wel. Dat je 's ochtends begint met het moeilijkste van de dag. Ja, ik wil dat niet, want ik ben 's ochtends niet zo goed. Ik ben een avondmens. Dus als ik echt iets belangrijks wil doen met focus, doe ik dat 's avonds. En dan kan ik 's ochtends lekker uitslapen of lekker hardlopen of iets anders doen. En zo kan ik mijn dag indelen. Het voordeel van dagelijkse rituelen is ook dat je dus ook niet hoeft over na te denken over hoe jouw dag eruit ziet. Als je elke dag hetzelfde zou doen, klinkt saai, maar het geeft enorm veel ruimte om inderdaad gefocust te werken. En op de juiste momenten pauzes te houden. En dan Beethoven. Dat was een concentratiegoeroe, zie je bijna wel. Hij begon zijn ochtend met een ontbijt en daar deed hij iets heel bijzonders mee. Hij telde 60 bonen. Elke ochtend. Hij vond de 60 bonen de ideale koffie. Nou, wat doet hij hier? Dit is iets wat ik een aandachtsritueel ben gaan noemen. Dat is iets wat mensen doen voordat ze een periode gaan concentreren. Iets om je werkgeheugen leeg te maken en je klaar te maken voor de taken die eraan zitten komen. Dus dat kan ook de was opvouwen zijn. Dat kan ook iets zijn, dat kan dat wandelingetje zijn wat ik het net over had. Nogmaals, je kunt niet van jezelf verwachten dat je in 1 keer, pam, meteen in die focus schiet. Studenten komen mij wel eens te laat voor een tentamen, omdat ze de bus gemist hebben of zo. Op dat moment zeg ik altijd, ga eerst even zitten. Eerst even landen. Eerst even proberen dat je werkgeheugen leeg is. Als je werkgeheugen leeg is, dan word je daar continu anders door lastig gevallen. Ik heb het nu vooral over de afleiding van buiten gehad. Maar een belangrijke factor, en misschien nog wel de belangrijkste factor, is afleiding van binnen. Gedachten die opborrelen. Op het moment dat je je zorgen hebt, op het moment dat je je zorgen maakt over, weet ik veel wat, gezondheid, financiën, familie, studie. Zorg ervoor in die periode dat concentratie een stuk moeilijker is. Omdat ook gedachten van binnen voor afleiding kunnen zorgen. Hoe verminder je die dan? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Een van de trucs, eigenlijk de enige truc die ik je daarop kan geven, die misschien waar je wat aan hebt, is met dat je je zorgen maakt over dingen, je bijvoorbeeld een tentamen gaan maken, is om die zorgen van je af te schrijven. Dat noemen we cognitive offloading. Dus je ontlaat als het ware wat er in je hoofd zit naar papier. En dan vertrouw je aan papier toe. En we weten uit studies dat dat werkt. Op het moment dat jij iets niet meer in je hoofd hebt, maar je hebt het op papier gezet, je hebt het aan papier toevertrouwd, zo heet dat dan zo mooi, dan kun je daarna beter concentreren. Dus het is misschien wel eens een tip om dat te doen voor het tentamen. Ik doe dat zelf ook als er dingen in mijn hoofd zitten waar ik last van heb. Ik veel vriendschappen, relaties, waar ik me zorgen over maak. Schrijf ik het op en dan kan ik het ook even laten gaan. Dan kan ik die verhaallijn later weer oppikken of wat dan ook. Daarvan weten we dus dat dit kan helpen. Dat geheugen van binnen moet je eigenlijk niet te veel belasten. Dat geheugen moet je dan proberen te externaliseren, dingen opschrijven. Daarom hebben we ook to-do-lijstjes. Daarom maken we foto's van waar we onze jas hebben opgehangen op Lowlands. Het zijn allemaal maniertjes om ervoor te zorgen dat je maar niet op dat geheugen hoeft te vertrouwen. Even terug naar Beethoven. Er is namelijk nog iets interessants. Je ziet namelijk dat hij 's avonds ook nog even een flinke wandeling maakt. En dat hij in die wandeling pen en papier bij zich heeft. Nou, waarom is dat? Om dat goed uit te leggen moet ik je iets vertellen over het brein in rust. Want het brein in rust is een ontzettend interessant onderwerp. Want het brein doet namelijk nooit helemaal niets. Dat werd ontdekt door meneer Reichel uit St. Louis, een onderzoeker die zich bezighield met hersenactiviteit. Hij legde mensen in een scanner en had soms even een periode waarin hij tegen de proefpersonen zei, doe maar niks. Gewoon geen taak, gewoon de scanner leggen, even niks. En wat zag hij? Hij zag een bepaald hersennetwerk actief worden. En dat zag hij bij iedereen. Hij begon zijn collega's op te bellen. Nou, zien jullie dat ook? Ja, dat zien we ook, maar ja, dat is bijvoorbeeld niet zo interessant. Hij dacht, het is wel heel interessant. En hij heeft het default netwerk gecoind, genoemd. En het default netwerk is een aantal hersengebieden die actief worden op het moment dat je niks doet. Dat zijn, zoals je hier dit plaatje kunt zien, andere hersengebieden die actief worden als je gefocuste aandacht hebt. In dit geval visuele aandacht.
Dat betekent op het moment dat jij niks doet, dat je een ander gedeelte van je brein aanspreekt dan op het moment dat je wel gefocuste aandacht hebt. Dit heeft belangrijke consequenties. Ten eerste, als ik jou vraag om niks te doen, nogmaals, het brein doet niet niks. Wat doe je dan precies? Wel, dagdromen, mind wandering. Dus wat gebeurt er op het moment dat je niks doet? Op het moment dat je op de fiets zit, op het moment dat je staat te douchen en je bent niet iets bezig wat beroemd op je werkgeheugen. Je gedachten gaan alle kanten op. Ik vind mind wandering mooier dan dagdromen, omdat het beter beschrijft wat het daadwerkelijk is. Je gedachten gaan alle kanten op. James noemde het de stream of consciousness. Ik moet die nog even bellen. Oh, wacht, waar ga ik naartoe op vakantie? Oh, dat was gisteren echt een nagesprek. Hé, dat is een mooie vogel. Alle kanten op. Je gaat gewoon lekker, je wordt bezig gehouden. Analyseer maar eens wat je doet op het moment dat je op de fiets zit en je gedachten gaan alle kanten op. Dat is dagdromen en het dagdromen heeft een aantal positieve eigenschappen. Ten eerste, en die had je misschien al begrepen, is het zorgt er natuurlijk voor dat je concentratie kunt opladen. Omdat het een ander hersennetwerk is dan betrokken bij concentratie, zorgt een periode van dagdromen ervoor dat je concentratienetwerk kunt opladen. Dat betekent dat je daarom, als je in een bos wandelt, je daarna beter kunt concentreren. En dan inderdaad je creativiteit. Pen en papier bij je hebben als je aan het wandelen bent, want de beste ideeën ontstaan onder de douche als je aan het fietsen bent. Het is een ander gedeelte van je brein wat je aanspreekt, en het kan zomaar zijn dat daar iets interessants gebeurt. Dus je kan creatief zijn in twee standen. Als je gefocust bent, als je echt met iets bezig bent, of op het moment dat je niks aan het doen bent. En de derde punt waarom het belangrijk is, is die zelfreflectie, dat nadenken over jezelf. Maar dat heeft ook zijn negatieve kanten. Er is een science publicatie geschreven met als titel A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Het blijkt namelijk dat mensen, terwijl ze dagdromen, dat het niet altijd positief is. En dat geldt voor jou waarschijnlijk ook, en ik geef toe, het geldt ook voor mij. In vooral een periode waarin ik wat zorgen heb over whatever, op het moment dat ik ga dagdromen, nou, bepaalde gedachten komen altijd terug en die zijn niet zo vrolijk. Dat ben je dus niet alleen in. A wandering mind is an unhappy mind. Het idee dat je langs een zonsondergang op een strand loopt, terwijl je het mijmert, dat is natuurlijk een beetje een illusie. We hebben gewoon onze shit, weet je. Op het moment dat je dagdroomt, komen dat soort dingen vaak naar boven. We weten ook dat mensen die bijvoorbeeld lijden aan PTSS zich gewoon moeilijk kunnen concentreren, omdat zij continu last hebben van al die gedachten die de hele tijd opborrelen. En op dat moment heb je dus last van het dagdromen wat er doorheen komt. En op het moment dat je gaat dagdromen tijdens concentratie, kan dat twee dingen betekenen. Of je concentratienetwerk is niet sterk genoeg, die moet je gaan opladen. Of je zorgen zijn te veel. En dat betekent toch dat concentratie dan een stuk moeilijker is. We zijn dus niet zo graag alleen met onze eigen gedachtes. En toch is het belangrijk. Toch is dat dagdromen heeft functie. Dus dat is belangrijk om te realiseren. Als je staat eens een keer bij de bus te wachten, of bij de tram, bij de metro, whatever. Je ziet ook dat heel veel mensen dan een mobiele telefoon erbij pakken. De reden daarvoor is omdat ze liever niet alleen zijn met hun eigen gedachten. Terwijl ik denk dat ja, is toch wel even nuttig om op te laden. Want nu komt weer je aandacht niet tot rust. Je gaat de mobiele telefoon erbij pakken, pats, je gaat meteen aan. Weet je, we weten het ook. Er zijn studies gedaan waarbij ze proefpersonen in een ruimte hebben gezet met verder helemaal niks. Behalve een schokapparaat. En wat blijkt, na 10 minuten heeft het merendeel van de proefpersonen zichzelf een schok gegeven. Moraal van het verhaal is, we geven onszelf liever een schok, zodat we alleen zijn met onze eigen gedachtes. Nou is dat natuurlijk een beetje gechargeerd, maar je snapt denk ik wel waar dat vandaan komt. Toch heeft het wel eens nut om het wel eens te doen, om die wandeling te maken, terwijl je niet naar die podcast luistert. Natuurlijk is de podcast fijn en je beweegt, maar toch, het is toch wel eens fijn om het te doen, terwijl je echt helemaal niks doet. Dit toon ik wel eens bij colleges in het begin, toen ik begin met lesgeven, want ik dacht dat dit klopte, maar het klopt helemaal niet. Het is niet zo dat onze aandacht na 40 minuten op is. Weet je, als je dit een interessante lezing vindt, zul je echt geen probleem hebben gehad om dit 40 minuten vast te houden. Het is ook een beetje mijn taak om ervoor te zorgen dat je blijft luisteren. Jij hebt natuurlijk een functie, maar ik heb ook een functie. Daarom geloof ik ook dat dit soort dingen niet kloppen. Dat de ideale YouTube-video 3 minuten is. De ideale podcast 22 minuten. Nee, je moet gewoon meer je best doen. Ik denk dat we in deze tijd ons nog steeds goed kunnen concentreren. Denk maar naar Netflix. Sommige mensen kunnen uren naar Netflix luisteren, kijken. Zonder dat ze raken afgeleid. En natuurlijk is dat makkelijk, naar Netflix kijken. Maar toch, betekent als jij iets echt vet vindt en iets cools en het wordt goed gebracht, dat jij je nog steeds kunt concentreren. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe breng je dan informatie over op zo'n manier dat mensen blijven luisteren? Nou, door je te laten inspireren door situaties waarin je blijft eten. Zoals het kaasplankje. Als je kaasplankje krijgt in een restaurant, heb je meestal geen honger meer. Toch blijf je eten. Dat komt omdat je steeds een andere smaak proeft.
Als er maar één smaak kaas zou liggen, zou je op een gegeven moment denken, nou, ik sta gewoon vol. En toch, dat je steeds wat anders aanbiedt, net dat je even een filmpje, even een tekstje, even een grapje, even een anekdote, kun je ervoor zorgen dat mensen zich langer vasthouden. Als ik college geef, moet ik het toch een beetje, nou, hè, moet ik toch proberen jullie vast te houden, want ja, ik moet 3 kwartier college geven 2 keer. Waarom 3 kwartier? Dat heeft ooit iemand verzonnen. Misschien is het wel veel te lang, misschien is het voor sommigen veel te kort, maar ik moet proberen iedereen te proberen 3 kwartier vast te houden. Nou, dan kun je dus dat soort kaasplankjesmethodes gebruiken. En je kunt je laten inspireren door gaming. Want mensen kunnen heel lang gamen. Zelfs kinderen met ADHD kunnen net zo goed gamen als kinderen zonder ADHD. Waarom? Wat is er nou zo bijzonder aan dat gamen? Waarom dat dan wel kan? Nou, een aantal dingen. Ten eerste is het natuurlijk alomvattend qua visuele informatie en auditief. Het is bijna moeilijk om er geen aandacht aan te geven. Dus dat maakt het al. En natuurlijk, continu beloningjes. Je kunt jezelf ook belonen, hè, als je aan het studeren bent. Als ik nu even 2 uur volle bak studeer, dan mag ik daarna dit. Dat is ook wat die gaming natuurlijk continu doet. Je games belonen de gebruikers continu. En iedereen werkt op zijn eigen niveau. Als je beter wordt, wordt het moeilijker. En dat is ook een prettige manier om ervoor te zorgen dat je je beter kunt concentreren als je iets doet wat je ook daadwerkelijk een beetje lastig vindt als het op jouw niveau is. Te simpele taken zorgen er ook voor dat je concentratie verliest. Omdat je under-aroused wordt. Je bent niet alert genoeg omdat ja, je verveelt je. En verveling tijdens je werk is natuurlijk ook niet zo goed. En dan een laatste die ik best wel belangrijk vind om te bespreken. En dan gaan we naar de Q&A toe. Heeft te maken met bewegen. Want je merkt het misschien al een beetje aan mij. Ik vind stilstaan heel erg lastig. Ik beweeg heel graag. Ik heb moeite met stilzitten. En daar zullen er meer van zijn. Dat weet ik. En sinds we thuis zitten te videobellen, moet ik ineens stilzitten achter de camera. En dat vind ik lastig. Ik sloop van alles om me heen. En ik werk dus ook met die fidget spinners. En ik heb van alles om maar te mogen bewegen. Kinderen met ADHD kunnen pas echt goed leren als ze mogen bewegen. Wat doet een kind waar je zegt, zit stil en luister? Die geeft je een multitask opdracht. En dat kan niet. Stilzitten is voor sommige mensen een taak. En op het moment dat je tegen een kind met ADHD zegt, zit stil en luister, geef je hem eigenlijk een onmogelijke opdracht. Dus kinderen met ADHD die stil moeten zitten, gaan niet luisteren. Omdat ze al hun aandacht moeten richten op dat stilzitten. Als ik een vergadering heb en ik mag wandelen met mijn headset op, kan ik dat echt een stuk beter. Want dan mag ik bewegen en hoe kan ik me veel beter concentreren. Als je lekker naar een college en je hoeft de slides niet te zien, ga lekker lopen. Probeer in ieder geval dat je kunt bewegen. En waarom moeten we altijd in beeld zijn bij die videovergaderingen? Wat is dat nou ineens? Het is helemaal niet nodig als je iemand goed kent. Bel diegene op en ga lekker wandelen. Dit geldt niet voor iedereen. Sommige mensen zie ik ook. Kunnen heel strak stilzitten achter een camera. Maar ik kan het niet. En ik weet inmiddels dat ik niet de enige ben. Dus het betekent dat als iemand niet je aankijkt, dat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat diegene wel luistert. En het aankijken is voor sommige mensen ook nog ingewikkeld. Dus je weet nooit iemand of iemand echt oprecht aandacht aan je geeft. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk ook zo'n fascinerend onderwerp. Iemand die stil zit, luistert misschien niet. Terwijl iemand die heel veel beweegt, luistert wel. Iedereen is anders. Maar concentratie is dus echt ontzettend moeilijk. En daarom is het ook niet zo gek dat jullie veel vragen hebben ingestuurd. Concentratie betekent dat je maar op 1 ding tegelijkertijd moet richten zonder aandacht en andere dingen te geven. Terwijl heel veel mensen zo graag aandacht willen. En andere dingen schreeuwen om je aandacht. Dus evolutie is natuurlijk niet zo snel dat we nu ineens een brein hebben wat zich niet meer kan concentreren. Nee, we hebben nog steeds datzelfde brein als 30, 40, 50, 100 jaar geleden. Dat is echt niet zoveel anders. Onze omgeving is veranderd, dat wel. Onze omgeving is drukker geworden, is meer informatie dan ooit. Dus concentratie is moeilijker dan ooit. Maar die omgeving hebben we controle over. Dat betekent dat als we daar op de juiste manier mee omgaan, dat ik het uiteindelijk met IKEA eens ben dat aandacht in the end inderdaad alles mooier maakt. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel. Stefan, er zijn heel veel vragen binnengekomen via de chat, maar ook voorafgaand aan deze lezing zijn er veel vragen ingestuurd. Ik ga er eens even eentje uitpikken. En dat heeft met name te maken met het feit dat mensen nu meer ook op locatie weer onderwijs krijgen. Ja. Kan het zijn dat het nu, na corona, voor zover we er al over kunnen spreken, dat het moeilijker is juist weer om je aandacht bij fysieke lessen te houden? Ja, ik denk inderdaad dat het na corona misschien even wat lastiger is. Omdat als we het hebben over fysieke lessen, is er natuurlijk ook veel afleiding. En net zoals die spier, daar moet je weer even aan wennen. Je was misschien gewend om alleen in je kamer te zitten. En nu ineens zijn er allerlei mensen die waren er eerst niet. Eerst was je alleen. En die bewegen, die kletsen, die maken geluid.
En ineens zit je weer in die andere setting. Ik kan me heel goed voorstellen dat het terugkeer naar de collegezaal voor heel veel studenten best wel ingewikkeld is, omdat het gewoon weer even wennen is. Maar denk weer aan die concentratiespier, even trainen, zorgen dat je er goed klaar voor bent, dat je werkgeheugen leeg is, dat je goed geslapen hebt. En na een paar weken zul je merken dat dat weer op orde is en er is niks fundamenteel stuk, zullen we maar zeggen. Oké, dan heb ik meteen een volgende vraag over de hoorcolleges voor je. Vaak is het zo dat mensen wordt aangeraden om tijdens het hoorcollege aantekeningen te maken. Ja. Luisteren, aantekeningen maken om het vast te leggen. Maar is dat niet ook een vorm van multitasken? Ah, dat vind ik een hele goede vraag. Dus kun je aantekeningen maken en tegelijkertijd naar een hoorcollege luisteren? Ja, dat kan wel. Dat betekent omdat die twee taken direct met elkaar te maken hebben. Je bent met dezelfde informatie bezig. Dat het eigenlijk ervoor zorgt dat je die informatie juist beter kunt opslaan. Dus het is zelfs ook beter om met pen en papier te werken of met potlood en papier dan aantekeningen te maken op je laptop. Want we weten dat op het moment dat je op iets papier samenvat, dat je veel meer vrijheid hebt om die kennis te representeren. Een laptop, als je Word bijvoorbeeld gebruikt, heeft maar één representatievorm, namelijk horizontaal. Dus dat betekent dat je niet nadenkt over hoe ga ik deze kennis representeren. Terwijl als je met pen en papier bezig bent, je bent die kennis aan het ontvangen, en je bent met pen en papier bezig, dat je op dat moment direct na moet denken over hoe ga ik dit vormgeven? Ga ik pijltjes, ga ik omcirkelen, ga ik lijnen trekken? Dat betekent dat papier dus veel meer vrijheid geeft om kennis te representeren. En dus dat je daarna over moet nadenken. Daarom is het aantekeningen maken met pen en papier beter dan het aantekeningen maken op de laptop. En is het dus inderdaad geen multitasken. Weet je wat ook geen multitasken is? Het luisteren naar muziek. Sommige mensen kunnen alleen maar studeren met muziek aan. Daar ben ik er één van. Maar het is wel muziek die ik heel goed ken. Geen Nederlandstalige muziek, sowieso niet, maar dat is een hele andere discussie. Maar eigenlijk muziek waar er niet gezongen wordt, DJ-sets, kunnen er allemaal voor zorgen dat je juist wel kunt focussen. Ik gebruik het om een soort muur om me heen te bouwen. Ten eerste ben ik wakker. En ten tweede gebruik ik het als een soort muur tegen, juist tegen afleiding. Dus het werken met muziek op is voor sommige mensen een hele goede manier om te studeren. Je luistert natuurlijk niet echt actief. Dus je bent niet echt aan het multitasken. Dus aantekeningen maken, geen multitasken. Als het over hetzelfde gaat, waar je mee bezig bent qua luisteren. Maar aan de andere kant, je merkt ook als je aantekeningen maakt over iets wat je net gehoord hebt, dat je denkt, oh shit, ik ben nu eigenlijk de docent even kwijt. Dus als de docent een ander type stof gaat behandelen, wordt het natuurlijk wel multitasken. Dus het is alleen geen multitasken als het echt daadwerkelijk is waar het op dat moment over gaat. Dus korte aantekeningen maken, ook al gooi je ze erna weg, werkt het nog beter dan geen aantekeningen maken of aantekeningen maken op een laptop. Oké. Okay. Pak ik meteen de muziek erbij. Je noemde net al muziek als een manier om je aandacht er goed bij te houden. Kan muziek luisteren ook een net zo goede mentale oplaadbreak zijn als een wandeling maken? Ja, vooral. Dus terwijl je naar muziek luistert, kunt je brein ook weer opladen. Dat betekent wel dat je niet bijvoorbeeld naar teksten moet gaan luisteren. Dus als je favoriete band een nieuw album heeft uitgebracht, is dat niet een goede om dan echt te gaan luisteren. Dus ik heb ook van die playlists op Spotify die met concentratie te maken hebben. Misschien goed voor jezelf ook eens om ook eens te doen. Misschien heb je het al. Er zijn op Spotify zelfs ook lijsten natuurlijk. En wat voor muziek is dat? Rustig, neoclassiek, geen grote tempowisselingen, heel weinig gezang. Dus dat zorgt ervoor dat je muziek weer even op kunt laden. Het is moeilijker om in slaap te vallen met muziek dan zonder muziek. Dat betekent dat het toch iets is wat je wakker houdt. Maar het is wel afhankelijk van de type muziek. Dus wil je naar teksten gaan luisteren? Nee, dan is het gewoon concentratie en focus. Maar is het muziek die uit je jeugd, die je al honderden keren gehoord hebt, kan dat prima. Dan maar even terug naar die wandelingen. Maakt de omgeving ook nog uit waar je gaat wandelen? Moet je echt de natuur in of kun je net zozeer een oplaadmoment hebben als je door de stad wandelt? Ja, het wandelen door de stad ligt een beetje aan hoe druk het er is. Op zondagochtend zal het dan wel meevallen. Maar als bijvoorbeeld een drukke stad is, als je hier op de Voorstraat wandelt, dat is niet de manier om op te laden, omdat je dan toch je omgeving in de gaten moet houden. Kijk, even voor de duidelijkheid, het is allemaal relatief, hè? Het is allemaal zwart-wit. Dus ik zeg niet, je mag niet op de Voorstraat lopen. Je moet niet alles te serieus nemen, wat ik vertel. Zeg maar de een niet en het ander wel. Het is natuurlijk allemaal een glijdende schaal. Dus in the end is wandelen in de stad ook best goed. Maar is het de ideale pauze? Nee. Even bellen met de vriend of vriendin terwijl je aan het wandelen bent, is natuurlijk een oké pauze. Maar is het de ideale pauze? Nee, dat niet. Dus het is net even, het is allemaal een beetje een glijdende schaal. Dus nee, de ideale pauze is hier in Rijnauwen, lekker wandelen. Waar je in je eentje, zonder podcast, dat is de ideale pauze. Maar het kan soms ook hartstikke gezellig zijn om juist wel naar die podcast te luisteren. Het is niet slecht, maar nu weet je wel een beetje wat de regels van het spel zijn, zullen we maar zeggen.
En heb ik een vraag met betrekking tot wat meer studeerachtige dingen. Hoe kun je geconcentreerd bezig blijven of geconcentreerd raken als je bezig bent met iets wat je eigenlijk een beetje saai of in elk geval weinig interessant vindt? Ja, je vindt je tekst saai en je moet toch studeren. Motiveer jezelf door jezelf beloningen te geven. Dit kun je eens een keertje mee spelen. Bedenk voor je gaat studeren waarom je dit doet. Ja, korte termijn beloning kan zijn, dan mag ik vanavond lekker de kroeg in. Goede lange termijn beloning kan zijn, als ik mijn studie haal, kan ik dat gaan doen. Of dan kan ik die reis gaan maken. Dus het is daadwerkelijk nuttig om jezelf in te beelden waarom je dit doet. Ook al is de taak die je uit moet gaan voeren een beetje saai. Dus denk goed, waarom doe ik dit? En als je jezelf echt niet gemotiveerd krijgt, zelfs niet met het korte termijn of het lange termijn doel, ja, dan heb je wel een probleem. Ik bedoel, dan op een gegeven moment moet je in het begin ook eens gaan nadenken, is dit wel voor mij? Want dit mag natuurlijk niet al te veel voorkomen. In elke studie zitten onderdelen die je niet tof vindt. Maar dat moet er natuurlijk niet te veel zijn. En dan moet je ook maar denken, als het maar een paar onderdelen zijn, hier moet ik even doorheen, want dan mag ik straks ... Dus dat zijn altijd wel manieren. Maar doe dit wel actief. Schrijf het op, zodat je zeker weet op het moment dat je even moeite hebt en even een dip hebt, dat je weet waarvoor je het ook alweer doet. Dat is waarom veel medewerkers foto's van de kinderen op het kantoor hebben staan, op bureau. Dat ze denken, ah, ik heb echt saai werk, maar ik doe het voor hun. Nou, dat klinkt een beetje dramatisch, maar zoiets kun je misschien voor jezelf ook verzinnen. En je zei net, schrijf het op. Schrijf je dan het doel op waarom je het doet? Of zeg je, combineer dat studeren, want je vindt het al lastig met aantekeningen maken? Nee, ik bedoel dan echt, schrijf die doelen op. Dus waarom doe je het? Waarom doe je dit? En dat kan wel eens op het moment dat je er even niet ziet zitten, kan dat handig zijn om er even bij te pakken. Een soort motivatieboekje van, weet je, dit zijn mijn kernwaarden, dus hier doe ik het voor. En als je dat even doorleest en daarna ga je studeren, dan, ja, dan dat werkt een stukje motiverend. Ja. Nou, een van de dingen die er genoemd wordt is als het lastiger is, als het saai is. En er kwam ook een vraag binnen. Stel je voor, je bent moe. Ja. Kun je er dan nog iets aan doen? Of is het beter om gewoon af te haken en te gaan slapen? Oké, concentratie lukt niet altijd. Dus inderdaad, wat kun je doen? Nou, laten we hem toch maar even bespreken. Cafeïne. Cafeïne is natuurlijk een heel goed middel om de vermoeidheid weg te krijgen en je concentratie te verhogen. Mits je er op een goede manier mee omgaat. Dat betekent dat je niet de hele dag door koffie moet drinken, maar dat je het strategisch inzet. Ik heb het al eens over een cafeïne-strategie. Te denken gedurende de dag, wat worden mijn cafeïne-momentjes? Op het moment dat jij moet gaan studeren, kan cafeïne zeker helpen om de concentratie te verbeteren. Maar niet te lang en ook niet te veel. Want als je te veel wordt, op een gegeven moment word je angstig en dan word je een beetje trillerig en dan word je een beetje schuchter, weet ik veel. En dan krijg je weer andere problemen. Maar 2-3 goede bakken koffie gedurende de dag, op het moment dat je een beetje vermoeid bent, kan natuurlijk helpen. Let op, als je slechte slaper bent, is cafeïne weer gevaarlijk. Want dat kan uiteindelijk voor slechte slaap zorgen. Als je gedurende de dag veel cafeïne gedronken hebt. Dus ga je er op een wijze manier mee om. Maar dan kan je het inzetten om toch dat soort dipmomenten even op te vangen. Ik ken mensen die koffie niet lekker vinden, maar dat toch drinken omdat ze het nodig hebben om zich te concentreren. Nou, liever niet natuurlijk, maar om het op die manier te doen. Maar soms op zijn tijd strategisch inzetten, heel goed. Wat veel mensen daarnaast lastig vinden is pauzes. Hoe krijg je daar een goede balans tussen? Want je gaat studeren, belangrijk, hebben we ook gezien aan de diagrammetjes die je liet zien, is de afwisseling tussen de verschillende activiteiten. Hoe zorg je dat je niet of alleen maar achter elkaar doorgaat totdat je de volgende dag uitgeput bent en niks meer gedaan krijgt, of dat je om de haverklap een pauze neemt waar je in blijft hangen? Ja. Wat raad je aan? Ja, toch die manier om ervoor te zorgen dat er goede balans tussen zit, is die planning maken aan het begin van de dag of zelfs aan het begin van een week. Dat je toch van tevoren nadenkt over hoe gaat deze dag eruit zien? Waar zitten mijn pauzes en waar zitten mijn concentratiemomenten? Dus die cirkels die ik liet zien, die zou je potentieel kunnen uitprinten en in het grip hebben hem ook staan, zodat mensen dan kunnen inkleuren en kunnen ophangen boven het bureau. Dat je toch elke dag even nadenkt over hoe gaat deze dag eruit zien? Want dat wel, weet je, als je studeert, je hebt wel veel vrijheid, dus je hebt redelijk vrijheid om je dag in te delen. Dat is later in je werkende leven vaak een stuk moeilijker. Dus die vrijheid kun je wel gebruiken. Dus als je zegt van oké, het is mooi weer, ik ga nu even een stuk fietsen en dan ga ik daarna nog even 2 uur studeren. Dus je zorgt dat je dat op een goede manier 's ochtends indeelt en je houdt je daaraan, omdat het past bij jouw bioritme. Dus dit is echt iets wat je een beetje tailor-made op de individu moet gaan toepassen, maar ja, dit is de balans zoeken van wat past bij jou, daaraan houden, opschrijven en opvolgen. Ja,
Er zijn ook een aantal vragen die meer gaan over specifieke situaties van mensen. Heb je bijvoorbeeld tips voor mensen die met veel stress dealen? Helpt het dan om je problemen op te schrijven? Ja, als je met veel stress te maken hebt, werkt dat zeker om het op te schrijven. Dat is niet de ultieme oplossing voor alles, maar dat is in ieder geval iets. Kijk, het analyseren van dat mind-wanderen is interessant. En ik heb dat zelf ook ervaren. Op het moment dat je dagdroomt en je gaat kijken wat er steeds opborrelt, dan zijn dat ook de dingen die je aan kunt pakken. Dus die voor stress zorgen. Dus stel je maakt een wandeling en je denkt steeds aan die relatie waar je in zit. Of je denkt steeds aan iets anders. Dat komt elke keer weer op. En dat herken je waarschijnlijk wel. Als je op de fiets zit, de hele tijd diezelfde gedachten. Dus het lijken bijna wel dwanggedachten die opkomen. Weet je, je kunt wel hulp zoeken om die problemen op te pakken. Als je echt lastigvallen tijdens de concentratie, is dat iets om op te vangen. Dus als je echt veel met stress te maken hebt, kun je dus proberen dat soort stress eruit te halen door de oorzaken ervan te achterhalen. Voor te zorgen dat je niet altijd tegen deadlines zit aan te werken natuurlijk. En zorgen dat je ook genoeg ontspant. Want je kan die arousal curve, die kun je ook uitprinten. Je kan eigenlijk die curve die ik liet zien, eigenlijk voor jezelf altijd nadenken, waar zit ik op dit moment? Ligt mijn stress te hoog? Ligt mijn stress te laag? En wat kan ik doen om op dit goede stressniveau te komen? Muziek kan ook helpen. Hè? Als je bijvoorbeeld niet zo wakker bent, ja, zet maar lekker een goede techno op en je wordt wakker. Ben je super gestrest, relax de muziek. Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je probeert naar dat midden toe te komen. Afhankelijk van waar je op dat moment bent. Dus dat zorgt dat je ook wel na moet denken over introspectie. Van hoe gaat het nu met mij en wat heb ik nu nodig? En dan zijn er heel veel vragen binnengekomen ook over ADHD. Is het zo dat als je ADHD hebt en als gevolg daarvan heb je concentratiegebrek, kun je dat dan nog trainen? Ja, iedereen kan zijn concentratie trainen, ook met ADHD, maar wel tot een maximum. Dus je zult dan van jezelf moeten accepteren dat je nooit een concentratiegoeroe zou gaan worden als, wie was het, Beethoven. Maar dat jij gewoon eerder pauze moet houden en beter moet opletten hoe jij je omgeving inricht. Maar dat betekent niet dat je concentratie niet te trainen is. Voor iedereen kan zijn maximale spierkracht bereiken, ook jij, met ADHD. Het zal op een andere plek liggen dan mensen die daar minder last van hebben, maar toch... Uiteindelijk is het te trainen. Dus ook dingen zoals mindfulness en alle tips en tricks die ik gegeven heb, die jullie misschien met elkaar nu aan het delen ook zijn in de chat, kunnen ook voor jou helpen. Alleen jij zult wel moeten accepteren dat er nu eenmaal individuele verschillen zijn. En dat bepaalde zaken moeilijker zullen zijn voor jou dan voor anderen. Maar misschien ben je wel weer hypercreatief. Drukke mensen zijn ook fantastisch, omdat ze goed kunnen bewegen, veel kunnen bewegen, veel energie kunnen geven. Het heeft ook zijn voordelen. We hebben nu eenmaal die neurodiversiteit in onze samenleving nodig. Maar dat betekent inderdaad dat sommige dingen voor jou veel meer een uitdaging zullen zijn. Terwijl voor andere mensen andere dingen weer een uitdaging zijn. En voeding, want je noemde net koffie. Ja. Is er ook nog doet voeding iets met je aandacht? En zo ja, kun je daar iets aan doen? Ja, nee, voeding doet eigenlijk bijzonder weinig met je aandacht. Er hebben heel veel claims over, maar er is niet een bepaalde voedingsstof, behalve cafeïne, die je uit je normale voeling kunt halen, waarvan ik zou zeggen, dat is echt wetenschappelijk bewezen dat het goed is voor je concentratie. Goede voeding is uiteraard belangrijk voor alles. Een gezond lijf zorgt ook voor een gezond brein en daarvoor een goede concentratie. Maar nee, er is niet, eet elke dag 3 worteltjes en u zult zich goed concentreren. Misschien is het er wel, maar de literatuur laat ons daar niks over weten. Oké, dan gaan we van voeding naar het lezen van teksten, wat natuurlijk ook een academische vaardigheid met zich meebrengt, want hoe lees je goed een tekst? Stel je voor, je krijgt een enorme labtekst. En ik kan me voorstellen als eerstejaarsstudent dat je wel afgeschrikt wordt door de grote hoeveelheid pagina's die je soms moet verteren. Hoe kun je daar zo goed mogelijk op voorbereiden? Zodat je geconcentreerd kunt lezen en het ook beter begrijpt en onthoudt. Ja, dus in ieder geval, als je dus heel veel teksten verwerken krijgt, kun je in ieder geval proberen het behapbaar te maken in kleine brokjes. Die had je waarschijnlijk al wel begrepen. Maar ook het dus opbouwen. Dus maak er maar een sportschool van voor jezelf. Verwacht niet meteen dat je 180 pagina's deelt door 6 en elke dag 30 pagina's. Dat gaat niet werken. Want vooral als je weer even erin moet komen, dan zul je een periode hebben waarbij je het moet opbouwen. Dus dat is een belangrijke tip die je kan geven. En natuurlijk de voorbereidende acties. Dus op het moment dat je gaat lezen, doe dat niet nadat je, een hele drukke afspraak hebt gehad met heel veel mensen en je hebt helemaal vol in je hoofd. Ga dan niet zitten studeren en zitten lezen, want dat is niet het moment. Dus bouw tijd in die planningen, om die wisselkosten op te vangen, om die overgangen te maken. Want dat kost meer moeite dan je misschien zou denken.
Heel veel mensen zeggen, ja, ik heb last van uitstelgedrag. Nou, uitstelgedrag is niet vervelend op het moment dat het die aandachtsrituelen zijn. Je zult even tijd nodig hebben om erin te komen. Ik moet altijd een paar dingetjes doen voordat ik mij een lange periode kan concentreren. Dus bouw dat in. Dus als je een planning maakt, idealiter hou je ook rekening met het opvangen van waar je vandaan komt. Heb je net lekker gesport en is dat voor jou een automatisme, dan zal het studeren hartstikke goed gaan. Heb je een hele drukke afspraak gehad waar je volgens nog echt lang over na moet denken, dan zal het een stuk minder goed gaan. Bioritme, wanneer op de dag doe je wat? Ben je een ochtendmens, ben je een avondmens? Allemaal dat soort factoren kun je rekening mee houden bij het maken van zo'n planning. En natuurlijk actief met die stof bezig zijn. Maar dat had je waarschijnlijk al van de middelbare school begrepen. Dat is precies waarom ik zei dat schrijven, dat tekenen. Proberen te representeren wat je met welke stof je wat met bezig bent. Ja. Is er ook een bepaalde route die je aanraadt om door de tekst te wandelen? Dus stel je voor, je hebt een hele grote tekst en je weet dat je niet lang geconcentreerd kunt lezen. Wat moet je in elk geval gedaan hebben om iets ervan te onthouden? Nou, heel veel tekstboeken helpen je natuurlijk al, hè, met te achterhalen wat belangrijk is. Dik gedrukte woorden, moeilijk woord is dat. Dik gedrukte woorden, die zorgen natuurlijk voor die geven je wat leiding door zo'n tekst heen. Ook een samenvatting die misschien aan het begin van een hoofdstuk staat, kun je natuurlijk heel erg helpen. Dus als je niet alles gedetailleerd, als je er eenmaal gewoon niet de tijd voor hebt, kun je in ieder geval proberen natuurlijk te richten, gewoon de belangrijkste dingen eruit te halen. Die zijn niet voor niks gehighlight. De kopjes, allemaal dat soort dingen, die structuur die de schrijver probeert aan zo'n tekst te geven, die probeer die structuur te achterhalen en daar vervolgens te gebruiken om ook zo'n tekst te leren te begrijpen. Deel samenvattingen met elkaar. Dat betekent niet dat je alleen maar de samenvatting moet lezen, maar dat is een leuke manier om te kijken, hey, hoe heeft mijn medestudent het samengevat en klopt dat met mijn beeld daarvan? Dat zijn allemaal manieren om het op een andere manier te bekijken. Iedereen ziet zo'n tekst ook weer anders. Dus het samen bespreken van zo'n tekst, het elkaar opbellen. Ga gewoon even een uur lezen. En bel elkaar daarna even op van, hey, hoe heb je dat study with me, dat kun je ook nabootsen door vervolgens samen zo'n tekst te bespreken. Dat is leuk, gezellig en misschien leer je er ook nog wel wat van. Gaan we naar de laatste vraag. Veel studenten die maken ook nog gebruik van de twee-factor authenticatie. Ja. Dus je kunt je voornemen natuurlijk om die telefoon ergens op te bergen in een andere ruimte te hebben. En dan kom je er bij het inloggen, kom je erachter dat je hem toch nodig hebt. Wat raad je dan aan? Ja, dat is wel een beetje een dingetje. Hè? Als je hem toch nodig hebt, je mobiele telefoon. Nou, als je het je kunt veroorloven, ik ken een strategie van veel mensen, meerdere devices. Ja, daar moet je ook maar natuurlijk ruimte voor hebben. Maar stel je hebt een tablet en je hebt een telefoon. Stel je die sociale media dingen, die apps, die heb je eigenlijk maar op één apparaat. En dat apparaat stop je in een kastje. En op het moment dat je echt even lekker wilt chillen, dan pak je hem erbij en verder niet. Dat is eigenlijk ideaal. Waarom moet die Snapchat en die Facebook app op al je apparaten staan? Op het moment dat je het maar op gedeelte van je apparaten installeert, zul je ook merken dat je er dus minder makkelijk naar grijpt. En dan kun je dus keuzes in maken van welke apps zijn echt belangrijk en welke apps zijn dat niet. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd. Ik zou je best wel een opdracht willen geven om nu in ieder geval één sociale netwerk van je mobiele telefoon te verwijderen. Of misschien wel allemaal. En ze alleen op een tablet te hebben. Maar dat soort uitdagingen kun je er voor jezelf wel zorgen dat op het moment dat je dus geneigd wordt om je mobiele telefoon erbij te pakken, dat als het moet, zoals in dit geval, dat je niet voor een periode van afleiding gaat zorgen. Kijk, uiteindelijk gaat het allemaal om gewoontes. We pakken vaak als een gewoonte onze mobiele telefoon erbij. En het nadeel van gewoontes is dat ze automatisch gaan. Ze zijn onbewust. Zonder dat je erbij nadenkt, pak je mobiele telefoon uit je zak. Hoe doorbreek je gewoontes? Je onderbreekt gewoontes, doorbreekt ze door ervoor te zorgen dat de drempel tussen jezelf en die gewoonte zo hoog mogelijk wordt. Waarom staan sigaretten achter de kassa en moet je er allemaal stappen voor ondernemen om sigaretten te kopen? Zodat je op die manier niet automatisch gedrag vertoont. Dus als je eens weggaat en je wil eens een dag lekker dagdromen en je wil wel je mobiele telefoon meenemen, dan kan het dus helpen om die in je rugzak onderop te doen. Zodat je echt meerdere stappen moet nemen om je mobiele telefoon erbij te pakken. Op dat moment wordt het een bewuste keuze. Als je wil afvallen, wil je ook geen pak koekjes naast je laptop hebben staan. Want dan ga je natuurlijk zonder dat je daarna denkt, ga je daarna grijpen. Dus je moet zorgen dat de drempel tussen jou en je gewoonte, het gedrag, dat die zo hoog mogelijk wordt. Dus met zo'n notificatie die je helemaal nodig hebt omdat je ergens op wilt inloggen, moet je ervoor zorgen dat je niet als een gewoonte daarna allerlei andere apps gaat openen. Ja, simpelweg door ze niet te hebben. Dankjewel Stefan voor deze aandachtsvangende presentatie.